gaan een aantal medewerkers vragen waarom zij in hemelsnaam jaar op jaar hier zo intens hard komen werken. Het is voor ons inmiddels het 8e jaar dat we hier staan. En waarom vind je het zo leuk om hier te staan? Omdat de mensen heel vriendelijk zijn. Je ziet zoveel verschillende mensen. En daar maakt het dan het leuke ervan, dat zou je zeggen. Er zijn zoveel verschillende genres en stijlen, muziek en kunst en dat allemaal bij elkaar. Dat is het wel, ja. De mensen kunnen hier naar het toilet gaan. En in plaats van zo'n festival vies lelijke toilet waar iedereen ze aan te schuiven, heb je hier een soort boeddhistische zen plek van gemaakt. Is dat jullie eigen idee of is dat op vraag van de boulevard? Nee, wij maken elk jaar een nieuw item. Dat werken we helemaal uit. En dit jaar zijn we tot het Inner Clean Zen Centrum gekomen. Ja. Kijk, waar een busje staat. Ja. Hier hoor je eigenlijk de levensverhalen. Over de voorstellingen en wat ze allemaal meemaken. En wat er het afgelopen jaar weer gebeurd is met ze. En ja, dat soort dingen. Op de bus hoor je eigenlijk de levensverhalen. Eigenlijk wel. Ze gaan echt als gluurder op pad, dus je krijgt een petje op, daar staat heel groot gluurder op. En je gaat in een heel lullig toeristentreintje door een deel van het centrum van Den Bosch rijden. En dan ga je vervolgens naar een locatie toe in een huis en daar mag je gaan gluren. Vanaf dan ga je eigenlijk zelf op pad, je gaat zelf lopen en je komt in een aantal huizen in Den Bosch. En daar ontdek je wie er woont en wat zijn of haar verhaal is. Ik zou willen vragen om alle tassen, paraplu's en alle grotere objecten in de gang achter te laten. Zal ik er goed op passen, want het is een kleine ruimte. Naar aanleiding van dat ik vroeger met mijn vader door de straat liep 's avonds en gewoon door de ramen naar binnen keek. En toen dacht ik van, wat als je echt in die woonkamer kan staan? Wat voor mensen leven daar en wat voor verhaal hebben ze te vertellen? Wilt u zo vriendelijk zijn dit huis te verlaten? Onderweg zullen jullie ook nog ergens een G op een raam geplakt zien. Daar mogen jullie gewoon ongegeneerd naar binnen gluren. Al het overige gluurwerk onderweg is volledig op eigen risico's. Dus er is een suppost, die staat je op te wachten, die neemt je mee naar binnen. En dan krijg je het verhaal te horen of te lezen of te zien. Op allerlei manieren mag je gewoon, je mag soms in een kast kijken zelfs. We krijgen per dag bijna 200 mensen over de vloer, dus dat is nogal wat. 200 vreemden. Ik vind het ook altijd heel ontroerend dat mensen dat ook toestaan. En ja, uiteindelijk gaat de route natuurlijk over dat je kan wel willen gluren, maar gluren zegt eigenlijk iets over jezelf. Het gezin leefde tussen de bouwmaterialen in een soort plastic tent die steeds werd verplaatst. Daar sliepen ze, aten ze, stond de tv, moesten ze douchen en wonen. Maar niemand die klaagde. Integendeel. Het was kamperen in eigen huis.